Helemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik niet alleen, want ik ben met... Eva Zander! Ja, hartstikke leuk! De zomer komt er weer bijna aan, we zitten hier ook lekker buiten. En daarom hebben wij een video opgenomen met 10 redenen om de zomer te haten. Maar... Op mijn kanaal hebben we opgenomen 10 redenen van de zomer te houden. Ja, heel erg leuk. Dus kijk daar ook eventjes op Eva haar kanaal, Eva Zwanenburg. Het zal in het i'tje staan en in de beschrijving. Dus doe dat eventjes na deze video. En dan laten we snel beginnen met de eerste. Want dat is zweten en plakken. Heel vervelend. Echt heel naar. Oh, het is warm. Ugh, alles plakt. Ah, gadver, ik heb 2 meter gelopen en ik zweet helemaal. De tweede is dat er vrienden op vakantie zijn en jij alleen thuis bent en niemand kan afspreken. Heel zielig. Vervul me echt. Ik kan even wel afspreken. Mandy. Hoi. Hey, met Eva. Hoi, heb je zin om af te spreken? Afspreken? Ja, gewoon hier in Nederland, gezellig. Lieve schat, ik zit op de Bahama's. Bahama's? Ja, het is zomervakantie. Oh, ja, nou ja, oh. Ja, ik moet ophangen. Ik ga zo zwemmen. Maar hopelijk vind je nog iemand anders. Doeg. Veel plezier. Doeg. Als derde de summer body. Dit is altijd moeilijk voor iedereen. Ik denk dat iedereen het wel eens heeft geprobeerd om workouts te doen. En het nooit is gelukt. Nee. Nou, dag 1 van de workout. Komt goed, summer body. Die komt eraan. I don't care about my weight, I want a later tweet about how much I ate. Oh. Insecten. Dat spreekt voor zich, ja. Insecten. Iedereen heeft er last van. Mandy en Wesp. Dit vinden wij echt een hel. Ja. Je benen scheren. Ik denk dat ze bijna alle meisjes dit wel herkennen. Het duurt gewoon lang, het is moeilijk. Je ziet het vanzelf. Maar op zich niet eens alleen je benen, gewoon... Ja, alles. Alles. Het is gewoon veel te veel werk. Kost alleen maar tijd. Ja. Nou, de zon is er weer. Dus dat wordt weer benen scheren. Mooi glad. Oh nee. Stoppels. Weer. Je insmeren met zonnebrand. Je vergeet het of alles blijft plakken in je zonnebrand. Het is gewoon heel naar. Ja, ja, ja. Niet leuk. Nee. Stom plakkend zonnebrand. Nu zit ik weer helemaal onder het zand. Dan maar de zee in. Daar gaat ze! Als het de hele dag warm is geweest en je moet 's avonds naar bed en je kamer is super heet, vooral als je op een zolder slaapt. Je kan gewoon niet in slaap komen. Je moet een airco aanzetten, het raam open. Alles doe je eraan, maar het blijft toch te warm. Met een deken, zonder een deken. Het is lastig. Ja. Zo warm. Nee. De zomer haalt natuurlijk allemaal lekkere ijsjes, maar het is zo warm dat ze gewoon smelten. En dat is niet leuk.
plakken al je handen. Ja, dan alle handen plakken hoor. Niet alleen eentje, maar ook deze. Ja, ja. Oh, plakt. Ja, mijn handen plakken. Druipt. Het is toch maar warm. Het is veel te warm voor een ijsje. Hoe kan dat nou? Ugh, nou is het op mijn hand gevallen. Als binnen de airco aanstaat en je loopt van buiten naar binnen, krijg je echt zo'n klap in je gezicht. Ja, en als je dan langer binnen bent, dan staat de airco eigenlijk te hard. Te koud. En dan wordt het heel koud. Dan vries je. Mm. Oeh, lekker cool hier. En de laatste is school. Gewoon op school zijn of huiswerk maken en ook gewoon naar je werk gaan of zo. Je wilt niet werken. Je bent gewoon, je kunt je niet concentreren. Het is gewoon, ja. De zomer is niet bedoeld om te werken. Nee, je wilt lekker in de zon zitten. Maar sommige dingen moeten gewoon eerst gedaan worden. Ja. Hey Eef, kom je mee zwemmen? Nou, dan waren dit de 10 redenen om de zomer te haten. Maar we hebben ook even positief gedaan op Eva haar kanaal. Ja, dus vergeet de video niet te kijken. Ja. Nee, ja. Nee, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te kijken bij op Eva haar kanaal. En ook even te abonneren. Een blauw duimpje omhoog te doen. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Doei, doei. Doei. Geniet van het warme weer. Yes. Handjes draaien, draaien. Handjes draaien. Oké, dat is genoeg. Zonnebrand de hele tijd. Ja, het is juist eigenlijk leuk. Mandy gaat nu het water in, omdat aan de zonnebrand blijft geen zand plakken. Aan het water wel. Dus gaat weer even het water in. En dan zo in het zand rollen. Baywatch. Zou ik echt gaan rollen? Ja! Wacht, doe nog even wat hier op je rug. Oké. Okay. Ja, nou, Mandy en Wesp. Nee! Oh nee! Ik weet niet wat ik moet doen. Wat moet ik doen? Hoe ga ik gewoon eerst slaan of zo? Ik hoop dat het er goed op stond. Mag ik het zien?